Dat jullie kijken en vandaag heb ik een What Would Jan Wear video, maar een iets andere What Would Jan Wear video dan normaal, want normaal is de What Would Jan Wear serie een serie waarin ik zeg maar jullie fashion vragen beantwoord. Dus je hebt bijvoorbeeld binnenkort een feestje of een eerste date en je weet niet wat je moet dragen, dan kan je tweeten hashtag What Would Jan Wear en bijvoorbeeld van What Would Jan Wear naar een avondje met vriendinnen. En normaal ging het via Twitter. Maar omdat ik laatst super actief ben op Snapchat en ik een beetje Snapchat verslaafd ben, leek het me leuk om jullie een keer een What Would Jan Wear via Snapchat te laten insturen. Dus ik deed een oproepje via Snapchat en er kwamen echt allemaal hele leuke en lieve reacties. Dus ja, laten we maar beginnen met de What Would Jan Wear van deze keer en dan via Snapchat. Mie, ik heb binnenkort een feestje van een vriendin van mij. Weet je misschien een leuke feestdoek? Doei! Wat ik zou dragen naar een feestje met vriendinnen. Het ligt heel erg aan wat de dresscode is. Want soms hebben we feestjes waarbij het juist de bedoeling is dat je een beetje chic kleedt. Andere keer is het gewoon meer casual. Maar ik vind het altijd heel erg leuk om me met vriendinnen gewoon op te maken. Ik laat nu een outfit zien van een feestje van een tijdje geleden die ik zelf droeg. En die ik zelf heel erg leuk vond. En dat was dit jurkje van Ivy Rival. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ivy Rival, Rival, zoiets. Maar ik vind het echt een super mooi jurkje. Ook omdat hij zeg maar een beetje bodycon is en stretch. En hij zit heel erg lekker. En je kan het dragen met wat hakken. Als je echt een wat iets meer classy outfit wilt. Maar het was meer een feestje die ook meer voor de fun was. Dus ik ben gaan voor sneakers. En die vond ik ook nog best leuk staan. Dus het werd eigenlijk een vrij casual outfit. Maar het jurkje maakt het toch net wat speelser. Binnenkort met de klas naar de VOK. Wat vind jij wat ik het beste aan kan doen? De volgende is de vraag wat ik zou dragen als ik met de klas ga wokken. Toevallig heb ik dit vorig jaar ook gedaan met de klas, dat we gingen wokken. En ik zit even na te denken, toen ben ik voor een jurkje gegaan. Maar ik zit even na te denken, achteraf gezien zou ik toch voor een spijkerbroek gaan. Omdat in een jurkje, het ligt een beetje aan hoe de rest van de klas zich kleedt. Maar uit mijn ervaring was ik wel zeg maar een van de weinigen met een jurkje. En waren de meeste nog vrij casual. Dus persoonlijk zou ik gaan voor een broek met gewoon een heel leuk blouseje en een mooie ketting. Dus dat je nog best wel vrij casual houdt, maar dat nog wel leuk is voor uit eten. Valt jullie op dat ik trouwens altijd heel veel praat met mijn handen? Ik had het er gisteren met mijn rente over. Ik heb altijd de tik om zeg maar dit te doen. Zo met mijn lippen of dit. Mijn lippen te vouwen. Of als ik heel geconcentreerd ben tijdens een proefwerk of zo, doe ik altijd zo. Dan zit ik echt zo te schrijven. Dan stink ik mijn tong uit, maar ik heb het zelf nooit door. Maar mijn rente zei dus dat ik altijd als ik praat ook heel veel met mijn wenkbrauwen beweeg. Of met mijn handen. Dus ik wist het zelf niet. Ik kwam er net ook achter. Maar, I don't know. Hebben jullie trouwens een tik? Dit is echt gewoon mijn tik met die lippen. Altijd dingen met mijn lippen. Of dus met mijn wenkbrauwen of met mijn handen. Hebben jullie trouwens ook een tik? Laat even achter in de reacties, want dat vind ik leuk. En ben ik benieuwd naar. Hoi, ik heb binnenkort een buurtfeest en mijn vraag is, ja, moet je dan aan? Doei! De volgende is wat ik zou dragen naar een buurtfeest. En in mijn ogen is een buurtfeest meer een feest dat gewoon meer casual is inderdaad. Dus ik zou echt niet te mooi gekleed gaan. Ik zou hierbij gewoon voor een echt super casual outfit gaan. Want ook al is het een feest. Ja, een buurtfeest is in mijn ogen nou nooit een feest waarvan ik denk, yes, daar ga ik me lekker voor opmaken of zo, weet je wel. Dus ik zou gewoon gaan voor een leuke outfit. Nu is het kouder, dus zou ik gaan voor een sweater met een kraagje eronder. Staat altijd super leuk. Dan een leuk broekje en gewoon lekkere schoenen waar je je prettig in voelt. Ik ben gegaan voor deze platform schoentjes. Ik vind die super leuk. En laatste tijd zijn ze ook echt mijn favoriet. Oké, ik ben nu zo ondertussen al die snaps aan het filmen. En het is zo leuk om jullie zo te zien. Ik vind het echt zo leuk. Ik word echt happy van. Oké, nou moet ik kwijt. Nu ga ik verder met filmen. Hallo Yami, ik ben Jindra en ik doe mee aan K3 Zoekt K3. En ik had een vraagje. Want stel nou dat ik het straks word en ik heb een persconferentie met K3. Wat zou ik dan aan kunnen doen? Jindra doet mee met K3 Zoekt K3. En die vraagt aan mij wat ik zou dragen als ik naar een persconferentie zou gaan, maar dan wel een beetje in K3 kledingstijl. En voor de meiden die K3 Zoekt K3 nog niet kent, dat is een tv-programma en dat is vanavond weer op tv. Toevallig, heel toevallig. En daar, ja, ik denk dat iedereen K3 zelf wel kent natuurlijk. En daarbij zoeken ze eigenlijk naar de nieuwe K3. En Jindra is een van de deelnemers die vandaag meedoet. Wat ik zo draag, ik vind het echt een hele moeilijke. Want ik ben zelf natuurlijk geen K3 meisje. Maar ik zou voor een persconferentie in ieder geval wel een mix maken tussen netjes en casual. Dus niet te overdressed.
Maar dan met een K3 sausje erover, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus bijvoorbeeld een typisch K3 t-shirt, maar dan wel met een mooi blazertje en een spijkerbroek. Dan moet ik toegeven dat ik in mijn kledingkast geen K3 t-shirt heb. Dus ik heb gewoon voor een best wel fel kleurtje gekozen. Waarvan ik denk, hey, dit past bij K3. Anyway, dit was het. Dit was de What Would Jamwear voor deze keer. En laat een reactie achter wat jullie van de What Would Jamwear in Snapchat versie vonden. Vonden jullie het leuk? Wil je het volgende keer weer? Nou, let me know. Als je het nog een keer wil, dan ga ik ermee aan de slag. En je kan me nog altijd voor op Snapchat onder de naam Jami met dubbel i op het einde. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie snel weer. Bedankt voor het kijken. Doei! Mm-hmm.